Yo man, zo ook een nieuw video en deze video spelen wij Outlast. Heb ik veel zin om dit spel te spelen? Eigenlijk echt niet. Maar ik ga het gewoon doen. Ik ga al de normal difficulty pakken. Laten we beginnen. Hier staat wat informatie op het scherm en als je dat iets wilt lezen, zet dan de video even op stop. Ik ga denk mij safer voelen als ik zo één headset hoor, zeg maar. Zo op de zijkant van mijn hoofdplaats, dus. Zo. Ik stel me eigenlijk ook echt nog altijd, ik vraag me altijd af tot op de dag vandaag waarom ik dit spel überhaupt heb gekocht. Ik heb net de 300 subscribers bereikt en daarom begin ik deze let's play. Waarschijnlijk ga ik eronder zitten na deze video omdat ik dan zei dat ik er 300 heb behaald. En gaan er zo mensen trollen om mij terug onder de 300 te krijgen, maar ja, maakt niet uit. Oké. Ja, het eerste deel heb ik al eens gespeeld in de Funny Moment video's, dus dan weet ik wel hoe dat begint en zo en die shit. En ja, dat is onze camera. Oké. Is hier iets te zien? Is hier iets speciaal te zien? Niet echt, oké. Kijk, ja, daar komt er eentje achter het raam zien. Dat wist ik al. Oké, dus iedereen is al gewaarschuwd dat we in het asylum zitten. En ja, dat is echt geweldig leuk. Oké, we zijn al zo ver. En nu begint de hel. Ah ja, we zitten in het asylum. Kijken dat er batterijen liggen of zo. Nou, wel bloed natuurlijk, maar er ligt overal bloed in deze huis. Vorige keer had ik daar ook een beetje aan verschoten. Jezus man, dat was ik vergeten. Ah, batterie. Oh, thanks man. Even deze noodingen hier pakken. Ik weet niet wat je ermee zei, maar ik pak ze gewoon mee. Oh, bro. Kruif hierin. Dankjewel. Hier had gas voor mijn kaart laten schieten. Dat weet ik nog. Hier komt ook een jumpscare. Ja, hier. Er komt er ineens zo'n lijk van het plafond. Ik blijf verschieten. Oh. Ah, juist, die gas leefde nog. Ze killed us. Ze got out. The variants. You can't fight them. I know. You can unlock the main doors for security control. Die probeert eraf te leiden, man. You have to get the fuck out of this terrible place. Oké, ja, bedankt voor de waarschuwing. Maar mijn journalist manneke wil daar dus niet. Oh, daar is Sibre. Waar gaat Sibre? Volgens mij was Sibre daarin gelopen. Ja, maar deze jumpscare weet ik ook nog. Kijk, hè. In your face! Doei! Dag Sibre! Oh, it's John Cena! Ten terre! Je kan hem ook John Cena noemen. Nee, we gaan hem Sibre noemen, dat past er beter bij. Ah, die dokter. En wie ben je? Je vader. Hey, geef mijn camera terug. You have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Wordt al onze teammate of zo? Nee. We gaan heel deze horrorhuis ding shit alleen mogen overleven. Echt iedereen, alles is vermoord. Al ja, van die normale mensen. Buiten die gast daar op de stok. Ja, als het goed is, lagen er hier geen batterijen, dus ik kan ook gewoon direct voor gaan. Ja, en hier lag zo'n dingen. Die gaat ons ook nog een jumpscare geven. En 9 van 10 ga ik weer aan verschieten. Er is nu aan het achter je, Wouter. En hier ligt de keycard, als het goed is. En ja, die hebben nodig, die keycards. Dankjewel. Geef die maar aan mij. Kijk, hè. Kijk, hè. Oh, ik was niet verschoten. Oh.
Ja, hij wil dat ik hem help, maar ze is mij dan aan te vallen voor een domme Mongool SD's. Kom maar in de rolstoel zitten. Zal dat gaan? Nope. Ik krijg er ook echt zenuwen van dat mijn manneke de hele tijd zal zitten. Ik bedoel, al ja, die heeft er zelf voor gekozen om dat hier toe te gaan. En dan moet je zeg maar niet fucking bang zijn. Hè. Ik heb trouwens iets verder als in de Funny Moment video, dus dat ook nog effectief een nieuw deel. Ah ja. Oeh, dat was ik vergeten. Ligt die? Ja, ligt een batterij. Die heb ik echt nodig. Ah ja, dan sla ik de deur maar dicht. Echt waar. En dan kunnen we dit gebruiken. Alsjeblieft. En laat me maar binnen. Ah, nee, niet hebben. Ja, dankjewel. Ja, deze kut zien we hier. Die jullie ook allemaal wel nog kennen, denk ik. En straks moeten we naar de basement. En daar wordt het echt rot. Just saying. Ja, en die zet die stroom af, die Mongool. En dan gaan de noodlichten aan. En dan moeten we hierin hiden. Zo. We gaan al iets sneller in, door de game als vorige keer. Dus op zich. Ja, oké. Don't try to fight, hide in the locker. Ja. Ja, hij opent altijd de andere locker, dus nooit onze locker. Even filmen. Oh. Oké, ja, nu moeten we naar daar lopen. Oh my god. Oh my god, ik ben zo bang. En nu hier naar beneden. Oké, ja, nu moeten we naar daar lopen. Oh my god. Oh my god, ik ben zo bang. En nu hier naar beneden. Oké. Kijk, en hier krijgen we gezelschap van een andere psychopaat. Who is there? Who's there? ik had trouwens mijn batterij verloren. Dus ja, we moeten de stroom hier terug online zetten. Of ja, aanzetten. En... En dan even hierin. En oh my god, deze is spannend. Want er is zo'n zot met een houten ding en met naalden of spijkers erin gedaan. En dat is best kut. En deze is ook best moeilijk trouwens. Als hij komt en hij is zijn volgende ronde aan het doen, dan ga ik terug weg. En daar is hij. Is hij nu weg uit deze kamer of niet? Denk het niet. Ik wacht nog een minuutje en dan ga ik weg uit deze kamer. Oh ja, uit deze kamer. Jawel, wel uit deze kamer. Maar ook gelijk uit de locker. Die lokken zijn echt gouden dingen in dit spel. Jesus. Ja, ik zie hem niet meer. Oh, daar is hem. Daar is hem. Gebruik deze deur. Het voordeel is, hij kan mij niet zien in een tanker. Oh, hij is er. Ik heb echt geen zin om dood te gaan. Oh my god. Ik zou zo bang zijn als het echt is. Is hij weg? Oké. Kijk, en hier ziet hij sowieso. Ah, toch niet. Oké, even hier in hiden. En onze batterij is weer al bijna. Fuck. Oké, wacht. Nou, ik ga eruit. Het voordeel is dat wij het donker kunnen zien en hij niet. Hij niet. Hij was daar. Oh my god, hij is gewoon hier. Oh man, dit is toffer om met meerdere mensen te spelen, maar niet alleen. Fun fact is dat DutchTuber, de Zoomar Game, het spel ook ooit heeft uitgespeeld. Dus ja, waarom zou het mij dan niet lukken? Ja, we zullen zien of hij nou in deze kamer is of niet. Nope.
Oké, ik kan naar daar lopen. Oké, als die andere kant is. Wacht even, sorry. Sorry, ik moet even bekomen. Wacht even, sorry. Sorry. Ik heb echt het gevoel dat hij zo ineens in mijn rug gaat komen. Is hier dat? Ja. Ah, volgens mij had hij komen. Oh man, deze is echt niet gezond. Ik wil er echt, nu wil ik echt veel views hebben. Maar hey, allee. Ik zit vast. Nee. Ben ik dood? Fucking bullshit. Ja, ik kan helemaal opnieuw beginnen, man. Wat haat ik mijn neven? Ik kan gewoon man zijn en terug opnieuw beginnen. Ah ja, dit deeltje dan, hè. Ja, uw moeder is hier, man. Echt. Uw vieze, vuile, dikke moeder. Ja, nu loop ik er ook gewoon door. Dat boeit me ook echt niet, hè. En ik was echt geschoten. Ik zat net achter dat hoekje. Durf deze locker open te doen. Ik heb 25 minuten aan het opnemen. En 4 minuten van die 25 minuten heb ik mijn camera al gebruikt. Als ik dit spel ooit uitspeel. Wat niet gaat zijn, maar... Ah, daar is hem. Ja, ja, en dan liep... Niet naar rechts. Fuck. Oké. Ik zit nu hier. Oké. Oké. Ik ben al terug bijna bij hoe ver ik vorig was. Oké. Oké, ik heb dit terug aangezet. Ja, bitch. Bitch. Bitch, please. Oh nee, daar. Fuck you. Oké, weet hij waar ik zit? Ah. Oké, ik heb hem kunnen afschudden, denk ik. Oh, hij zit in deze kamer. Kijk, mijn hand trillen. Oh my god, oh my god. Ik moet nu gewoon die main reactor aanzetten. En als ik die main reactor heb aangezet, kan ik naar boven weglopen. En dan zijn we af van deze gast. Ik wil toch 20 likes op deze video. Ja. Oh ja, nu kan die gast mij terugzien. Oh nee. Of is het wel juist? Gewoon naar links lopen. Ja, de elektriciteit is er aan. Ja. Yes. Oh, we zijn uit de basement. Yes. Oké, nu moeten we... Oh, we moeten wel oppassen voor cyber natuurlijk. Ah. Oh. Oké, laten we nu die computer eens trees aanzetten. Oh, what the fuck? Word ik geslagen? Was... Oh! Oh, dat is trouwens een lekker. Nee! Oh shit, daar zit sowieso tetanus aan of zo, of welke ziekte dan ook. Die is vies. Oh man! Will you see it? Can you? Yeah. Our Lord. The Wall Rider tearing his truth into the unbelievers. What the fuck? This place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you.
Maar hier ga ik het ook bij laten voor deze video. Dit was dus echt een enorme cliffhanger. Ik heb gewoon die basement, ik heb gewoon die gasten, die elektriciteit er kunnen aanzetten. Ik ben echt trots op mij eigen. Echt niet normaal. Maar hoe dit verder gaat, dan zullen jullie zien in de volgende video. Dus vond je het video leuk, was een blauw duimpje. Abonneer je in de volgende keer. Deze serie komt elke vrijdag online. En dan zie ik jullie de volgende vrijdag weer terug.